Voordat hij zijn film over de Nieuwkoopse plassen maakte, filmde Binsberger al de vogels van de Zaanstreek. Voor Binsberger een thuiswedstrijd, want hij werd in Zaandam geboren op 12 januari 1908. Binsberger had dus de uitbundige vogelrijkdom van de Zaanstreek om de hoek. Via Binsbergens publicaties kregen namen als het Oost- en Westzijderveld, de Merken, het Zwet, het Twiske en het Ilperveld landelijke bekendheid. Hoe belangrijk de Zaanse vogelaarschool destijds was en hoe ze elkaar inspireerden, blijkt wel uit het feit dat drie Zaankanters in 1937 een unieke vogeldeterminatiegids samenstelden. Een gids die nog steeds een aparte plaats inneemt. Dat was Zien is Kennen, geschreven door meester Dirk Mooi en Nol Binsberger met platen van Rijn Stuurman. Binsberger maakte zijn Zaanstreekfilm in 1942, waarbij Henk de Groot assisteerde. De film begint met stemmingsvolle tijdbeelden. Op de achtergrond rijdt een stoomtrein, zo eentje die treinspotters nu in vervoering zou brengen. Melkveehouders verplaatsten hun koeien per roeiboot. Vogelsoorten die Binsberger in de Zaanstreek filmt zijn kleine karakiet en visdief. Ook slaagt hij erin op een kampplaats opname te maken van toernooihoudende kemphanen. En filmt hij in Camp Hen bij het nest. Een in mei 1942 uit Arctis ontsnapte Amerikaanse zilverreiger kwam in de Zaanstreek terecht, waar Binsberger in juli de vogel voor de camera krijgt. Achter de vogel zien we iemand behoedzaam roeien, in spanning of hij de vogel niet zal verjagen. Daarna zet Binsberger zijn schuilhut op het bij Tuindorp Oostzaan gelegen baggerdepot de Rothoek. Het is een omvangrijk karwei waaraan veel modder en menig sigarettenpas komt. Hier kan hij terecht voor eenden en steltlopers en maakt hij opname van een broedende fuut en dodaars.
speciale attentie voor de verdienstelijke opname van watersnippen. Er is ook nog een jachtpartij op eenden, waarbij een jachthond te water gaat om een geschoten eend op te halen. Professor Karel Vaus schreef in 1995, een halve eeuw na het overlijden van Noel Binsbergen, dat hij voor het Noord-Hollandse waterland heel veel heeft betekend. Hij noemde hem een geliefde en bijna legendarische figuur die men niet licht zal vergeten.